Rutger Castricum heeft het moeilijk bij Vandaag Insight en volgens Victor Vlam is de reden daarvoor het gebrek aan klik tussen hem en René van der Gijp. Victor Vlam beweert zelfs dat René hem een L-L vindt. Het is een verrassing dat Rutger Castricum tegenwoordig een vaste gast is bij Vandaag Insight, gezien het feit dat hij ruim een jaar geleden nog verbaal werd aangevallen door René van der Gijp. Destijds zei René, er klopt gewoon helemaal niets aan hem, toch? Hij heeft een verkeerd uiterlijk, een verkeerde stem, een verkeerde toon en hij is gewoon zo'n arrogante L-loco. Volgens mediakenner Victor Vlam is het duidelijk dat er nog steeds spanningen hangen tussen Rutger en René. In de podcast De Communicado's suggereert Victor dat Rutger er goed aan zou doen om eens koffie te gaan drinken met René. Hij merkte op dat er bijna geen interactie is tussen Van der Gijp en Rutger tijdens de uitzendingen. Victor nam zelfs de moeite om een volledige uitzending terug te kijken en alleen te letten op de lichaamstaal van René van der Gijp jegens Rutger. Normaal gesproken is René erg hands-on en legt hij altijd zijn hand op de schouder van zijn gasten, zowel mannen als vrouwen. Victor merkte echter op dat René dit niet bij Rutger doet. Volgens Victor is de interactie tussen Rutger en de andere mensen in het programma niet goed. Hij wijst erop dat er op Twitter veel klachten waren over het gebrek aan chemie tussen Rutger en de rest. Hoewel hij wel goed kan opschieten met Johan Derksen, ontbreekt de chemie tussen hem en René van der Gijp, wat zijn positie binnen het programma ondermijnt. Opvallend genoeg is er in 6 nooit teruggeblikt op de uitspraken die René in het verleden heeft gedaan over Rutger. Beide heren zijn zich echter bewust van wat er is gezegd. Victor vindt het verbazingwekkend dat dit onderwerp nooit ter sprake is gekomen. Hij denkt dat als hij hiervan op de hoogte was geweest, hij misschien had geprobeerd om René wat meer te paaien om zo zijn sympathie te winnen.